Hey, het is 9 uur 's ochtends. Ik ga zo meteen richting het Sound of Heaven Festival. Ik pak zo meteen de trein vanaf Enschede. Ik moet nog wat dingetjes doen. Even lekker ontbijten. En dan gaan we lekker richting Sound of Heaven in Zwolle. Ik heb er super veel zin in. Ik ben benieuwd. We gaan daar een aftermovie maken van het hele festival. En ik zal de dag ook een beetje vastleggen op de camera. Dus dat is super leuk. Maar ja, ik ga even ontbijt maken. Yes, ik heb lekker ontbeten en ik heb net een kaartje gehad voor de trein. En ik kwam erachter dat er best wel wat spullen mee moeten. Dus ik ben even benieuwd hoe ik dat allemaal ga doen. Hier, kijk, dit moet mee. CD's van Heartbeat Worship. Ik kan wel even kijken. Als dat lukt, soepel. Kijk. Kijk eens aan, dat is mooi. Statief en zo, om alles goed te filmen. Dus ja. Dat wordt nog wel een dingetje. Maar ja, komt vast goed op zich. Dancing in unity. Generations becoming a community. Dancing in harmony. Graciously grabbing this opportunity. Dancing in freedom. Freedom because of grace. Dancing fearless. Fearless of persecution. Dancing faithful because we have enough to be grateful. Move your feet, move your body to the rhythm of grace and rejoice. Ja, we zijn aangekomen op station Zwolle. Ik ga zo meteen nog even wat boodschappjes doen. Want we gaan iets heel leuks doen met de mannen van LZ7. Het wordt super tof. Maar dan moet ik eerst nog wat boodschappjes voor halen. Dus dat ga ik zo eerst doen. Dus kom maar mee. First breath to first cry. Op tuin, wat ik nodig had. Gevulde koeken. Frikandelbroodje. Ja, ik weet niet hoe ik dat straks tegen Lins ga zeggen. Do you want frikandelbroodje? Zoiets, ik weet het niet. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd of ze het lekker vinden. En we gaan nu even wachten op onze cameramannen, Daan en Christian. En nou, dan zie ik jullie straks weer. Yes. Hey, we lopen nu richting Hedon. Ik heb even cameramensen opgehaald. Daan die heeft zich al verscholen onder zijn capuchon. Heeft een beetje camera-angst. En Chris die eet nog een beetje een lekker hamburgertje. Hè, kan allemaal. Maar we lopen dus richting Hedon. Het sneeuwt een beetje. En ik kwam er eigenlijk achter dat ik een beetje een te dunne jas aan heb gedaan. Maar mijn moeder zei altijd, wie mooi wil zijn moet kou lijden. Zijn mijn moeder ook altijd? Ja. Hoe kan dit? Weet ik niet. Hebben we niet dezelfde moeder? Oh, oh. Ben jij hem? Ja, te mooi. Hé, maar dit is dus Christian. Hallo. Is een van onze cameramannen. En dat is Daan. Hallo. Daan heeft zijn cd's vast. Nu eindelijk kan ik een beetje mijn spullen kwijt. Dat is fijn. Wat gaat Daan eigenlijk doen? Daan gaat ook filmen. Fijn maar. Awesome. Gast, dat weet je prima. Nee, ja, Daan filmt altijd. Ja. We zijn een beetje de weg kwijt. Ja, hier naar rechts. Oh, we moeten naar rechts. Oké. Okay. Ja, Chris die weet dit gewoon. Ik was hij zegt een iPhone. Oh, sorry. Een iPhone. Dat is gewoon best, vindt hij. Ja, nou goed, dat mag. Wie komt okay. er? Oh, ik weet dat LZ7 komt. Ik weet dat Andy Hunter komt. Andy Hunter, ja. Ik weet dat Antonio Dobroso komt. Ja, Antonio Rosso. Roberto Rosso. Roberto Rosso die komt. Kom op, dat is zijn festival. Ja, precies. Ja, ik weet zijn naam ook wel. Hoor hem dan, Antonio Rosso. Nee, Roberto Rosso. Gast, wat zeg je nou? Oké. Okay. Nou, leuk. Daan, weet jij nog meer mensen die komen? Ik heb geen idee. Oh, Daan! Ik weet er nog één, ik weet er nog één. Wie dan? Heartbeat Worship. Heartbeat Worship komt ook. We hebben cd's van Heartbeat Worship bij ons. Daan is bij zich. Ja, dat wordt echt ook vet leuk. Precie Hees met Joram Kaat. Oh, Joram Kaat kan ook. Ja, Joram Kaat komt ook. Joram Kater. Hey Chris, zou het dat zwarte gebouw zijn, denk je? Daar zo in de verte. Kijken of ik in kan zoomen. Oh, je staat ervoor. Doe je dat kwaad? Ja, nee, wacht even. Komt mijn vinger overeen met het gebouw? Hè? Nee, ik zie jouw vinger geen eens. Ja, hou even stil dan. Ja, dat gebouw. Dat is het wel.
Daar is Hedon, jongens. Daar gaan we heen. Don. Kijk, daar is Myrthe. Even kijken hoor, wow. Kijk of we haar scherp kunnen hebben. Ja, kijk daar. Hi. Hi. Yo. Hi. Zeg even hoi tegen de camera. Hi. Hi. Ik denk niet dat we hier artist entrance. Moeten we hierin? Mogen wij hierin? Dat is de vraag, hè? Nou, we gaan het gewoon proberen. Of we gaan gewoon via de hoofdingang. We gaan wel via de hoofdingang. Ja, kijk even in de comments. Zijn wij artiest of niet? Ik vind het van wel. Daan vindt van wel. Ik vind het persoonlijk van niet. Entree. Ik zie entree. Ik denk dat we... Nee, het wordt toch de artiesteningang. We kunnen hier niet in. Hij is nog niet open natuurlijk, want hij is niet begonnen. Oké, artiesteningang het is. Toch artiesteningang, jongens. Vet gaaf. Hoe vroeg moesten jullie uit je bed? Redelijk. Vroeg. Zo. Harpie Bus, je bent HBW. En jullie zijn de afkorting, sorry. Oh. Goed, hey, groetjes hoi. Ja, top. Voor eten. Yes. Hey, we gaan even bespreken wat we vandaag gaan doen. We zitten nu in een soort restaurant backstage. We gaan even overleggen wat we gaan doen. Even bidden. Om zegen vragen over deze dag. En ja, dat we een mooie ding mogen doen. We zijn even de camera aan het installeren. Of de microfoon, de camera hoor mij dan. De microfoon aan het installeren. Want we hebben een mooie. Nieuwe. Ja, draadloos, dus die moet even geïnstalleerd worden. Dat gaan we nu doen. Dus leuk. Nice. Een beetje spannend. Vinden jullie het spannend? Ja, weet je wel, toch? Ja. Nee, eerlijk. Ja, Daan, nee. Doe even serieus. Sorry. Niet spannend, maar wel... Vind je het spannend? Een beetje, Chris. Ik vind het een beetje spannend. Wel gezonde spanning. Ja. Ik heb het een beetje koud gewoon. Van de spanning, hè? Nee. Kart kan op je geen drui aan hebben, vooral. Kart kan op je zo sad. Ja. Ja, het is niet per se zenuwen of zo, maar gewoon een beetje gezonde spanning, hè? Oké, we zijn er begonnen. Het Sound of Heaven Festival 2019 is bezig, is begonnen. In de kleine zaal is net afgetrapt. Ik loop nu even de trap af, richting de foyer. Yo, ik zie wel bekende gezichten. Dus Myrthe is daar aan het filmen. Ze dat wel goed, hè, die Myrthe. Hè? He brought out the boombox, press play on the machine. And these feet tore up the floor like I never seen. Polaroid pig when I was six. My mama worked hard just to buy my kicks. I laced them up in a discount thrift. My two left drums looked so sick. I practice day and night and people stared and they wondered how. The kid with a beat, no, he don't look right. But look at me now, just look at me now. Ja, we gaan zo Annie Hunter interviewen. Annie Hunter. Ja, hoe is je Engels? Mijn Engels is very wel, alleen nog niet zo snel, maar dat komt nog wel. Oh, dat is fijn, dan mag jij even.
Hi Nienke. Echt. Hi Nienke. Jij bent toch die ene van Heartbeat Worship? Die ene hoor. Die ene. Die ene. Die blonde van Heartbeat Worship, ja, toch? Die wel, hè? Want, heb je haar geverfd? Ja. Echt? Waarom vertel je mij niks? Ja hoor, we zien elkaar nog zo meteen. Ben ik wel, daar ben ik wel vrouw. Nou, is leuk. Succes! Hey, bedankt hè. Nou, dat was Nienke. Waar zijn we? We zijn in de grote zaal. Want? Want we kunnen eigenlijk niet in onze plek zijn, want iedereen is aan het eten. Dus we zijn maar in de grote zaal gaan staan waar Heartbeat aan het zonnetrack is. Yeah. Verrassen met dat jij achter ze staat. Oh ja. Dat gaan we nog doen, hè? Ja, dat gaan we. We gaan zo meteen naar beneden. We doen eerst even een introotje. Moet je dat zo doen? Want de grote zaal is nu geen programma. Ja, precies. Als mensen in de rij staan voor het eten, gaan we dat even doen. Ja, dan ga ik gewoon ergens stoppen. Ja, precies. Ik zit hier naast Roberto Rosso, de organisator van Sound of Heaven Festival. En kun jij vertellen wat hier zo gebeurt? Net even met de stage manager gepraat, of de manager die een beetje het regelt, alle artiesten en ook LZ7 dus regelt. En ze hebben de vraag of we ze te spreken krijgen, want ze hebben best wel een druk programma vandaag. Ze zijn nu bij het hotel, dus we moeten even kijken of ze nog terugkomen, zodat we ze nog even kunnen spreken voor een item in onze afdeling. Dus ben benieuwd. Ik nu de plannen hebben, echt nice. Hé, maar wij moeten door naar LZ7, of niet? Yes, denk het. Ik ben Curry. wat ben jij al aan het mompelen, gast? And scars and everything that's hidden underneath, I'll fight for peace. But what does peace look like to you and me? Peace looks like more positivity. Peace looks like more love, more friends, no enemies. Peace looks like claiming back the territories that were meant for you and me. But you see, Holland, the concept of peace, it isn't new to us. Holland, we're surrounded in a world that's full of war and no love. War is where parents are crying on the camera begging that you bring back their daughter. War is countries fighting where mothers have to carry so much water for miles and miles. War is my insecurities forcing me not to speak up when a mom loses her son to a knife because the man never manned up. War is knife crime on the streets on repeat. Two friends disagree, suddenly there's a knife in his spleen, blood on his jeans, and that's the end to both their dreams. If only there was peace. But I believe we can be peacemakers, you and I. If I said I didn't struggle with that, I would barefaced lie. But no longer can I stand by and watch young people die for nothing. No longer can I let those voices run away with us, because Holland and the UK, the rest of Europe and the world, we fight for peace for all of us. My peace comes like a deep energy within,
peace to be okay in my own skin. I'm free to be everything God's got for me. And that freedom came at a price. I believe that the tab, the bill, was picked up by Christ. My hope, my future, lies at the foot of the cross. One price paid for my bare dross. That means sin. So when the world's at a war, I find peace. When there's war on the outside, inside, Christ gave me peace. Because when they try to bury us because they don't understand us, up from the dirt we can rise because someone truly fought and won the battle for us. His name was Jesus. So I choose life and I will fight for peace. Wacht even. Waarop zijn we aan het wachten? LZ7. Leuk. Ze zijn bijna klaar, hè? Woe! Bijna. Zijn ze met 7? Wat? Waar moet die na LZ7? Ik weet het niet, Daantje. Wauw. LZ, like... Line 7. Line 7. Laten we het vragen. Waar staat LZ7? Luipaard. Niet in je ogen, maar bij je winkel. Luipaard. Zlatan. Ibrahimovic. 7. Luipaard slaat al 7. Als het 7. Superleuk.